Mijn naam is Trudy, ik ben 24 jaar en een paar foto's van mij staan hier tentoongesteld voor de Black History Month. De Black History Month is een maand waar wij eigenlijk herdenken wat er allemaal is gebeurd in het verleden eigenlijk omtrent zwarte. Slavernij en racisme, discriminatie en eigenlijk ook zo'n teken van dat dat nu eigenlijk nog altijd gebeurt en dat dat niet zou mogen. En die Black History Month is er eigenlijk om zo mensen te laten nadenken over die situatie en alles wat er allemaal is gebeurd eigenlijk. Op deze afbeelding zien jullie een vrouw, een Afrikaanse vrouw met tattoos. En ik heb deze foto eigenlijk getrokken omdat er in de Afrikaanse gemeenschap hier in België of in Europa, daar wordt niet zo goed naar, een beetje vooral slecht naar gekeken. En er van alles vooroordelen en stereotypen rond vrouwen met tattoos. En ik dacht van ja, kijk, ik ga vrouwen opzoeken die dat hebben meegemaakt en dat ook ervaren in hun dagelijks leven omdat ze tattoos hebben. En dus ja, ik heb haar dan gevonden en ze vertelde dat ze het in het begin moeilijk mee had, maar uiteindelijk voor het gekozen om te zijn wie dat zij is. En haar vrijheid te creëren door die tattoos gewoon te laten zetten. Dus mijn werk is hier terechtgekomen via een open call van Black History Month Antwerpen. Black History Month is eigenlijk afkomstig van Amerika en dat is in de maand februari. Dus Antwerpen had gedacht van oké, in Amerika is het in februari, wij doen het in maart. En ja, die hebben allerlei Afrikanen, dus zwarte kunstenaars aangesproken om deel te nemen en het was voor mij sowieso een eer om hieraan te kunnen deelnemen. Black History Month is belangrijk omdat het eigenlijk, mensen moeten eigenlijk aware zijn. Mensen moeten weten van wat er gaande is in de wereld met de black people in het algemeen. En wij willen er verandering in brengen in de maatschappij. Vandaar dat het belangrijk is voor ons dat mensen er ook op de hoogte van zijn, zodanig dat wij een debat en een conversatie erover kunnen hebben, zodanig dat wij gewoon positief samen kunnen leven. Ja, de reden waarom ik eigenlijk in zwart en wit werk is omdat ik wil dat mijn publiek zelf de kleuren invullen. Ik vind het krachtiger om eigenlijk er geen kleur aan te geven, zodanig dat jij als kijker eigenlijk je inspiratie zelf kunt laten gaan. My art right now, I could just say I make them out of pure emotions. It doesn't have a defined form yet. Right now it's just abstract, kind of, so it's still working because I just started. So I'm just, every idea that comes into my head right now is just me doing it. I don't know if I'm ever gonna be great or if I wanna be great. I just want to find a way to express myself better. If I'm able to do that in the future, that'll pretty much accomplish what I want.